Na een iets wat teleurstellend gelijkspel van NEC uit tegen SC Cambuur moeten de Nijmegenaren deze week een eigen stadion aantreden tegen de Graafschap. Trainer Pepijn Leinders heeft het strijdplan al klaar. Precies, ja. Ja, Langio, goede weg, hè. Snel, bewegelijk, goede 1-1. Steeds sneller ook voor de goal komen en of de bal voor de goal brengen, beide. Ja, die hing tegen een goal aan, die hing tegen nog meer invloed op het elftal aan. Dus ja, daar ben ik wel tevreden over, ja. Hij wil voor de club vechten en kampioenschap pakken. Enkele spelers hebben dit weekend interlandverplichtingen, maar Steven Langille heeft afgezegd. Nee, iedereen maakt zijn eigen afweging natuurlijk. Als club zijn, daar hebben we nooit de jongens voor het blok gezet of zo. Want wij zijn juist trots dat die jongens zich voor Nederland hebben natuurlijk een andere fase van carrière. Hè? Dus dat is allemaal. Ik ben gewoon blij dat Steven er is. Hè. En ik ben ook trots op die andere jongens dat ze daar zijn. Ze representeren niet alleen zichzelf, hè. Representeren ook ons, hè, en onze manier. Dus, Gregor Breinburg is een onzekere factor. Ja, ja, je zit, we hebben de laatste fase van de kampioenschap in. Dus je wil ook niet heel veel risico nemen. Hè, maar je wil hem wel graag erbij hebben. Dus daar hink je op twee gedachten. Dus die doet vandaag de laatste testen. En dan hopelijk is hij erbij. Als het niet is, ja, dan hebben we goede invulling gegarandeerd. Ja. De Graafschap komt vrijdag met een vrijwel nieuwe verdedigingslinie het veld op. Ja, dat kan ik je morgen vertellen na de wedstrijd of dat een voordeel is. Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Hun hebben gegarandeerd ook spelers die het goed in kunnen vullen. En hun hebben een heel duidelijk strijdplan. Dus ja, dat moeten we morgen. Het enige wat wij willen is gewoon weer thuis spelen. De juiste dingen doen. Hè? Het publiek achter ons krijgen. Maar dan vooral door goed voetbal te spelen. En, ja. Je weet in de Goffert als de mensen erachter gaan staan. En dat niet makkelijk om ze erachter te krijgen. Wel de harde kern natuurlijk. Hè. Die staan altijd achter de ploeg gedurende de 95 minuten. Maar op het moment dat je iedereen meekrijgt. En dan moet je goed voetbal doorspelen. En dat is gewoon hoge standaard. En dat is juist goed. Hè. Dat wil iets zeggen over wat ze gewend zijn. En waar ze heen willen. Vooral waar ze heen willen. Dan wordt het wel heel sterk hier binnen. Ja. Vrijdag om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC, de Graafschap.